We kijken even naar onze jury, wat zij ervan vinden. Wel, eerst en vooral ben ik het ongelooflijk leuk om hier vandaag te mogen bij zijn. Ik heb een enorm groot hart voor paarden en wat ik net heb gezien heeft mij al vanaf de eerste seconde een glimlach op mijn gezicht bezorgd. Ik ben deze ochtend wakker geworden en mijn oudste zoontje wou zijn Spider-Man pak aantrekken. En ik zag er allemaal kindjes met panda pakjes en olifanten pakjes en beren pakjes. En vanaf de introductie van de mascotte en de kleine kindjes tot het einde van de act ben ik niet gestopt met glimlachen. De supporters hebben een enorme aandeel in deze act. Ik zie hier ook iets die heel typisch is van het paardenmilieu, namelijk iedereen die voor elkaar zorgt, die elkaar helpt, die samenwerkt. Het thema van de act was ook heel duidelijk. Het ging over dieren, het jungle thema. Iedereen was fantastisch. Heel veel dingen opgeschreven en die zijn eigenlijk alleen maar positief. Het begon al met het detail van de helm van de mascotte, de vlag op de helm die eigenlijk een paardenhoofdje was. De mooie muziek, de intermezzo met de saxofoon, de goede controle vooral viel mij op over de paardjes van alle ruiters. Dit zijn allemaal zo jonge mensen die zo'n goede controle hebben over de dieren, dus dat vond ik fantastisch. Heel mooi gedaan. De olifanten verkleed hoofdjes op de ponies, zeer zeer mooi gedaan. Eigenlijk alles was in synergie, er gebeurde van alles. Ook props aan het meisje die gevallen is en die toch terug op de pony ging om de act af te maken. Ikzelf en de rest van de jury hebben alles gezien en jullie krijgen fantastische punten, want het was echt de moeite om te kijken. Bravo!